horecasector. Dennis van der Zalm van het Bolwerk op de Boomstraat. En Richard Reuser van Vins. Wie kent het niet? Bij een brug die, nou ja, waar van alles mee aan de hand is. Ja. Maar we zeiden net al tegen elkaar, het komt wel mooi uit dat die brug eruit ligt, terwijl jullie noodgedwongen ook dicht zijn op dit moment. Precies. Ja, ja, het is, ja, heren, eerst maar de vraag van, ja, hoe is het met jullie in deze hele stille periode en hoe kom je die tijd door? Nou, ja, het is een stuk stiller inderdaad en raar natuurlijk. Je bent dicht, je kan mensen ontvangen, ja, voor afhaal en je moet koken, alles in bakjes doen en het is gewoon een hele andere wereld en een andere tak van sport. Maar joh, we zijn hartstikke positief en schouders eronder en we gaan er gewoon voor. Maar ja, soms is het ook gewoon eventjes niet leuk. Ja, nee. Die dagen die zitten er gewoon tussen en hebben er gewoon geen zin meer in. En, maar joh, en dan, we gaan die tijd wel overleven. Ja, precies. En nu is het natuurlijk de decembermaand. Ja. En dan hebben we de kerstmarkt meestal. En dat valt allemaal weg. En dan denk je, ja, dat is zo jammer. Want het is gewoon een hele gezellige maand. Ja. Ook om te werken. Ja, het zou de gezelligste maand van het jaar moeten zijn. Ja, ongeveer wel. Ja. Ja. Dan denk ik, ja, dat is zo jammer. Maar ja, weet je, corona. Ja. Ja. Nou, het is niet anders. En Dennis, hoe is dat bij het Bolwerk? Ja, af en toe frustrerend. Je bent gewend om rond deze periode je eigen helemaal rot te werken. En daar zit je in één keer. Ja. En ja. En hoe gaat het bij jullie? Je bent ook bezig als cateraar. Ja, we doen af en toe wat afhalen en je kan wat bestellen. En we doen wat via Uber Eats. Maar ja, dat is natuurlijk nog een paar procent van wat je normaal doet. Dus eigenlijk sta je tijd te verdrijven. Je bent een beetje open als service naar de mensen toe die je normaal hebt. Je probeert er toch iets mee te verdienen, maar dat zet geen zoden aan de dijk. Ja, ik vraag me dat inderdaad eens af. Bijna ieder horeca-restaurant doet wel iets met afhalen en met proberen toch die binding met die klant vast te houden. Maar als iedereen dat doet, het lijkt me ten opzichte van het werk nauwelijks rendabel. Nee. Wij twijfelen er ook aan of het rendabel is, maar ja, je wilt toch een beetje in het zicht blijven. Ja. En de mensen die je normaal toch een beetje bedienen, toch een beetje kunnen bedienen, dat ze ook een beetje het idee hebben dat je er nog bent. Ja. En hoe is dat bij Vins? Ik bedoel, het is een boel werk. Je zei dat al, je staat te koken, je moet het in bakjes doen. Terwijl je bent gewend het leuk op een bord uit te serveren. Ja, nee, dat is het. Maar dat klopt. Het is ook. Het is niet rendabel. Ik bedoel, je moet blij zijn dat je eind van de maand je huren hebt verdiend. Mm-hmm. En dat kan betalen. Ja. En tot nu toe lukt dat altijd nog wel. Maar je blijft ook open om, je hebt zoveel mensen in dienst. Ja, die wil je ook nog de uurtjes gunnen. Ja. Ja, je wil ze toch bij je houden. Dus je moet overal over nadenken. Ja, want hoe zit het nou concreet? Want ik hoor van heel veel kanten dat in de horeca natuurlijk veel studenten, mensen met slecht contact en nul uren contracten werken. Is jouw bezetting nou teruggebracht naar een bepaalde kern? Of hoe ga je daarmee om? Nou ja, we hebben wel inderdaad een kern met fulltimers. Of in ieder geval met mensen met een urencontract. Mm-hmm. Dus dat is wel een kern. Maar daarbuiten hebben we nog acht nul-urencontract. Ja. Ja, die willen we wel. Dus ja, die bezorgen. Oké, dus je probeert ze er wel bij te houden. Ja, zeker. Ja. Je team in stand te houden wat dat betreft. Ja. Wees allemaal één keer per week. Ja, soms lukt het niet. Maar probeer ze wel allemaal één keer per week te laten werken. Ja. Ja, dat lijkt me ook een hele kluif nog. Ik bedoel, En ook voor het personeel is gewoon niet leuk wat dat betreft gebeurt. Hoe zit dat bij jou, Dennis? 12 mensen bij jou, geloof ik, hè? In de zomer nog veel meer. Wij zaten in de zomer met 25 man. Mm-hmm. En daar zitten er een paar scholieren bij. Die zijn nu druk, dus die kunnen niet. Ja. Voor ons een beetje gelukkig voor hun dat ze wat anders te doen hebben. En de rest proberen we toch een beetje een soort roostertje te maken, dat ze toch een beetje langs kunnen komen. Ja. En af en toe er een beetje zijn, dat we ook contact houden met hun. Dus dat ze ook nog het idee hebben dat ze een baantje hebben. Want als we dadelijk open gaan, hebben ze ook weer nodig. En ja, voor de rest probeer je ook een heel klein beetje toch de frustratie weg te halen. Toch wat minder, wat leukere dingetjes even we lopen schoon te maken. Maar ja, op een gegeven moment is alles een keer schoon. En drie keer schoon. En dan heb je alle hoekjes gehad en alle gaatjes gehad. En dan ben je wel klaar.
Dus, En als je dan blij bent als je misschien wel 5 klanten op een avond hebt gehad die wat afkomen halen, dan ben je blij. Mm-hmm. Dan is het natuurlijk ten opzichte van in een zomer dan misschien met 2.500-300 man op een avond staan. Ja, ja. Dan duimen draaien. Ja, het lijkt me echt heel vreselijk. Ik begreep ook van jou dat jij hebt ook je personeel laten bijscholen om te kunnen ondersteunen bij allerlei testen. Extra handen in de zorg, dat was een van de projecten, dat zagen we op tv, daar hebben we ons voor opgegeven. Ja. We hebben een hele week een cursus voor gedaan, online, hartstikke leuk, en nooit meer wat van gehoord. Ja, dat lijkt me ook frustrerend, want dan probeer je daar te helpen waar het hard nodig is. Ja. Je besteedt er tijd aan, energie aan, je hebt daar zin in, het motiveert. Motiveert ook jouw mensen. Ik heb het allemaal in mijn tijd laten doen, dus ja, toch betaal je personeel door. Dus we hebben de cursus betaald, technisch gezien, voor de mensen. En ja, dan is dat een ding waar ze zo gezegd, hoor je veel mensen in de zorg nodig, bejaardenhuizen, dit, dat, zus. We zijn helemaal netjes aangemeld en er is gewoon niemand die de behoefte aan heeft, kennelijk. Dus dat is eigenlijk een beetje zonde van de tijd die wij erin hebben gestoken. Ja, lijkt me ook wel. En eigenlijk de hoop die we erop hebben gehad van om toch weer lekker bezig te zijn. Ja, en hebben jullie ook zo'n soort actie? Zijn er bij jou mensen die in de zorg zijn gaan ondersteunen of die de cursus deden? Of, nee. Want ik hoorde dat in een aantal horeca. Wel aangeboden, ja. Maar... Ja. We kenden kennelijk alweer genoeg extra handjes. Maar ik ben blij dat ze het niet hebben gedaan, want het was blijkbaar niet nodig geweest. Zo gaan die dingen. Nou, je zei net ook al van december hoort eigenlijk de gezelligste maand te zijn. Je hebt dan die kerstmarkt en de sfeer in de stad is normaal gesproken natuurlijk echt groots. Gebeurt nu wel het een en ander met extra kerstbomen, verlichting, om die sfeer wat op te roepen. Gaan jullie nog bijzondere dingen doen in deze maand? Of, bijzonder. We hebben gisteren toevallig 500 stamppotjes gemaakt voor de mensen die in armoede leven in Dordrecht. Mm-hmm. En daar verdienen we niks op, maar dat... Tenminste, een beetje. Maar dat is voor de... Ja, weet je, dat vind ik wel bijzonder. Dat die mensen die... Nou, dat vind ik ook heel bijzonder. Ja. 500 maaltijden leveren, waar je gewoon echt niet op verdient... voor een bepaalde doelgroep in Dordrecht. Maar ook die mensen zijn er nog. Die moeten niet vergeten. Ja, nou, dat vind ik ongelooflijk tof. Een van de dingen die ik ook met je wilde bespreken was überhaupt... we gaan de koude periode in. Het wordt stamppottijd. Nou, je hebt stamppotjes gemaakt voor mensen die dat heel goed kunnen gebruiken. Welke stamppot werd het? Stamppotje rode kool met een bal gehakt. Oh, wat lekker. Dat is, heerlijk, heerlijk. Ja, en... heb je überhaupt nog tips voor onze kijkers, luisteraars, van als u nou eens een stamppot wil maken, dit is een hele bijzondere, die zou ik doen? Ja, ik zou zeggen, doe eens gek, weet je wel. Je kan met rode kool, maar je kan ook met witte kool proberen een andere soort groente. Het is hartstikke lekker, of een nootje erdoor, of een stukje geitenkaas in plaats van een stukje vlees. Ja, dan kunnen ze gek bedenken of je kunt het... Het is ook gewoon echt heel lekker. Ja, je kunt het maken. Ja. Als het gaat om die 500 maaltijden die je dan hebt gemaakt, verzorgd voor mensen die in armoede leven. Hoe komt dat bij die mensen terecht? Moet je dat ook zelf organiseren? Was het een samenwerking? Het is eigenlijk 250 nu en volgende week ook 250. Okay. En nu hebben wij het ook bezorgd. Okay. En vandaag gaan we nog een rondje doen. En volgende week, want dit gaat via Kwaaier, de rechtsteden. Mm-hmm. En die hebben daar natuurlijk contacten. Die doen er alles voor die mensen. En volgende week bezorgen zij het. En vrijwilligers. En als ze niet uitkomen, dan helpen we alsnog mee. Ja. Dus dat is hartstikke goed initiatief in ieder geval. Ik hoorde een tijdje geleden ook dat andere restaurants dat ook af en toe doen. Dus wat dat betreft blijft die horeca ook wel heel erg in beeld om in die samenleving wel het nodige te betekenen. Ja, maar je merkt ook wel dat heel veel mensen toch wel die normaal een kerstpakket zouden bestellen bij, weet ik veel hoe je het noemt, bij Bol.com bewijzen van. Ja. Die, die,
die komen nu naar de horeca toe. En die wat heb je? Ja, heb je kerstpakketten? Nee, ik heb geen. Wat heb je dan wel? Ja, tegoedbon of bierpakket of, nou doen we dat. Ja. Oké, okay, en klaar, weet je. Dus de gunning is er wel. Ja, en dat is wel. Mensen zijn wel betrokken op wat jullie sector overkomt. En dat is wel, dat vind ik wel heel mooi om te zien, dan denk je. Ja. Weet je, je zei een bierpakket. Je kunt dus ook bierpakketten bij jullie bestellen. Of, ja hoor, ja. Echt, ja, dat is voor mij weer een eye-opener van, hey, kan ik ook eens aan nadenken in plaats van naar de slijter te lopen, gewoon eens bij een lokale kroeg. Je probeert het, hè. Het werkt, het loopt best wel goed, moet ik zeggen. Ja, en af en toe veranderen qua kaart. Ja, dat werkt ook, maar ja, dan moet je ook weer flyeren. Ja, ik bedoel. Dan ga je weer 4000 flyers moet je dan weer rondbrengen. Deur ja, en dan verander je van kaart, wetende dat in de tent zelf niemand mag zitten. Nee, precies. Dus je bent aangewezen op. Het is heel veel werk voor relatief weinig mensen die dan precies, komen afnemen. En Dennis, hoe zit dat bij het bolwerk in december? Nog speciale dingen die je wil gaan doen om die binding met je klanten op peil te houden? We hebben een kerstmenu voor de eerste, tweede de kerstdag. Elk jaar hebben wij een Sylvestermenu. Mm-hmm. Maar dat gaat nu ook niet door natuurlijk. Normaal begin bij ons oudjaarsavond rond een uur of 9 met eten. En zo rond een uur of 1:30, 2 ga je naar huis toe het nieuwe jaar. Dat is bij ons elk jaar eigenlijk best wel een groot feest. We doen normaal niks met de kerst. Dat doen we dan nu wel. Ja. Maar ja, we hebben nu voor oudjaarsavond een soort borrelbox. In samenwerking met de oliebollenboer hier, Monique, op de straat. Die bij de Jumbo. Bij de Jumbo. Ja. Dus er zit, we hebben een box, hij kost €50, geloof ik. Er zit voor 4 personen hapjes in, er zit een flesje champagne bij. Er zit ook voor een tientje oliebollen in, dus je hoeft zelf niet in de rij te gaan staan. Die box die komen wij in de loop van de avond ergens brengen. Dus, of in de voormiddag, namiddag. Ja. Okay. En dan heb je in principe helemaal geen omkijken voor de rest ergens na. Dus oud en nieuw wordt gemakkelijk gemaakt met een doos met. Ja, helemaal hapjes, dingetjes, alles helemaal compleet. Dus dat proberen we om te kijken of we daar wat mee kunnen. Ja. En het kerstmenu. En kun je al iets verklappen over het kerstmenu? Ja hoor, we hebben vooraf als amuse iets met eend, gerookte eend. Mm-hmm. We hebben een voorgerechtje uit mijn hoofd met. Die moet ik even kwijtwezen. We hebben een warm tussengerecht in ieder geval met een lekkere ravioli. Een kalkoen als hoofdgerecht. Nagerecht een ijstaartje. Ja, dus gewoon echt een heel compleet. Echt een heel compleet menu. We hebben dat toch een beetje. Toen we het menu maakten, was het nog een beetje de vraag: mogen we open, mogen we niet open? Ja. Want dat menu is al 2 weken geleden gemaakt. Toen hebben we een menu gemaakt waar we zowel vanuit in de zaak kunnen doen als dat we het los kunnen brengen. Dus ja, als je het moet gaan brengen, dan moet je er toch wel rekening mee houden dat die mensen het ook een beetje makkelijk af kunnen maken en niet te veel werk eraan hebben. Want ik kan wel een heel pakket brengen, maar als je daar na 3 uur in de keuken staat, kan je beter naar de supermarkt gaan. Ja, klopt. Oh. En ja, dan in principe, nu zet je de oven aan. Je zet hoofdgerecht erin als je gaat eten. En als je klaar bent met het voorgerecht, pak je het hoofdgerecht. En dat is alles wat je eraan hoeft te doen. Dus hartstikke. Hartstikke simpel en goed. Heel simpel, heel gebruiksvriendelijk. En ja. We hopen en, nou las ik, en dat vond ik wel bijzonder, dat je ook een actie had dat je als je met z'n tweeën bij jou eten bestelt, dat het tweede menu voor de helft van de prijs is. Dat is met stamppotjes. Ja, niet met kerst. Maar nee, niet met kerst, maar gewoon zo tussendoor. We hebben elke week een stamppotje. Deze week is boerenkool, vorige week was zuurkool. Mm-hmm. En dan is de tweede voor de helft van de prijs. Ja. Het is. Eigenlijk, ja, we moeten toch een heel klein beetje zorgen dat we een beetje marge maken. Dus die eerste moesten we iets duurder maken. Ja. Nee, maar het is natuurlijk toch leuk, want ja, het is toch ook altijd een beetje aanhikken tegen het feit van je wil wel bestellen bij de lokale horeca, maar met een aantal mensen ben je toch toch door. En ook wij missen dan de sfeer van gezellig bij jullie gaan zitten. Hè? Ik bedoel, dat zit er gewoon echt niet in. Nee, dat zit er echt niet in. Maar dan is dat wel een slimme actie. Ja, het is ook weer, is het rendabel? Ja, je weet het niet, maar we blijven onder de mensen. Ja, over het überhaupt rendabel is, nou, ik proef bij jullie allebei een beetje, je doet het voor de klantcontacten en de binding, maar dat het rendeert is moeizaam. Ja, klopt. Wij doen ook een rondje door thuis op je bord, maar dan met heel veel bedrijven.
Dus, ja, ja, dat is met, volgens mij doet het vlak ook mee, Ferdinand. Is dat, ja, ja, precies. Ja, en dat doen we ook met kerst. Okay. En hoe gaat dat er precies uitzien? Is daar al iets over te zeggen? Ja, mensen die krijgen zeg maar een beginnen met een gin met bubbels. Daarna brood van gin. Dat gin is dan van Rutte en, ja, en de bubbels is van de Boonstoppel. Dan krijgen ze het brood met gezouten boter van Jaap. Dan krijgen ze 3 gangen, maar dan wel vis, vlees, vegetarisch. En van allemaal 1/3, zeg maar. Mm-hmm. Dus je krijgt per persoon ook echt vis, vlees, vegetarisch. En dan komt volgens mij Christa's Cookies met iets lekkers. Ja. En een kaasplateautje van Gert-Jan de Kaasboer. En nog iets lekkers voor bij de koffie en een likeurtje. Nou, dan heb je toch weer een likeurtje weer van Rutte dan? Of, Precies. Ja, dan heb je toch een heel compleet... Helemaal compleet. Feestelijk gebeuren ook. Net zo feestelijk als dat van Dennis. En wat ik dan wel heel bijzonder vind, want dat is toch een vorm van creativiteit die loskomt. Dat je met zoveel ondernemers met elkaar de handen ineens slaat. Ja, kwam dat nou makkelijk tot stand? Hoe liep dat? Ja, nou ja, we kwamen met het idee was geopperd. En we kwamen met z'n vieren bij elkaar. En eigenlijk ging het allemaal vanzelf. Ja. Eigenlijk heel makkelijk. En taken verdelen en gaan. Maar wat wel leuk is, dat met kerst hebben we ook een kinderbox. Dus nu zie je het, je ziet heel veel, gewoon boxen, 3 gangen. Mm-hmm. En de kinderen worden eigenlijk een beetje vergeten, in ons optiek in ieder geval. Maar nu juist een kinderbox, dus die kunnen ook lekker een popcorn van hier uit de stad. En ja. Allemaal lekkere dingetjes. En dus ook voor de kinderen is het dan echt gewoon feest. Die krijgen ook, zoveel gangen. Ja, nou, hartstikke mooi. En we gaan naar het einde van het jaar toe. We zitten in een soort van tweede golf, dus het wordt wel hartstikke heftig met corona. Hoe kijken jullie nu naar de toekomst en wat gaat volgend jaar brengen? Denk je dat er toch een keer verlichting aan zit te komen en dat de horeca weer open gaat? Nou, dat we open gaan, dat zal heus wel een keer wezen natuurlijk. Wanneer durf ik niet te zeggen. Toen het begon, hoorde iedereen heel even van, ja, het kan wel eens volgend jaar worden. Nou, dat is het inmiddels geworden. Mm-hmm. Ja, wanneer in volgend jaar? Ik moet je heel eerlijk zeggen, je hoort heel veel mensen op dit moment horeca open. Rond de 17e, geloof ik, in januari, anders gaan we open. Ik denk niet dat ik daarop zit te wachten. 17 januari, normaal is januari, eind januari, begin februari, voor iedereen een drama in de horeca. Mm-hmm. Waarom zou ik risico's gaan lopen om in een periode, als het al niet mag, ervan uitgaan als je open gaat en het mag niet, mensen in je zaak toe te laten die ook kans persoonlijk op een bekeuring krijgen. Ja. Wij een bekeuring, hun een bekeuring. Ik denk niet dat de mensen erop staan te popelen om in een rustige periode dan ook nog eens risico te nemen. Dus wij wachten het wel af. Wij gaan wel zien wanneer we wat te horen krijgen. Zodra we open mogen, tuurlijk gaan we open. Ja. Maar ik heb nu zoiets van, voor de kerst had het heel leuk geweest. Hadden we een leuke periode kunnen maken. Maar ik weet niet of ik zit te wachten om in januari open te gaan en dan alsnog weer de frustratie te hebben dat er niemand komt omdat het januari is. Ja, 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 ja. Dus, dat schiet dan ook niet op. Ik bedoel, die actie die je op heel veel gemeenten en plaatsen en plekken hebt gehoord van 17 januari, we gaan open. Is dat iets wat jou ook bezighoudt of denk je van ik doe er niet aan mee? Totaal niet. Nee, dus... Ja, maar ik bedoel, ik snap de roep om open te willen wel, hè? Zeker, ja, zeker. En het is ook goed dat het gebeurt, want het geeft wel aandacht. Ja. Maar wij gaan daar niet aan meedoen. Maar natuurlijk moet er wat gebeuren. En natuurlijk kan dit nog geen 3 maanden duren. En is het gewoon, tenminste, dan vallen er echt wel, dan gaan er echt wel omvallen. Ja. Dat geloof ik echt, maar... Ja, nee, dat is ook wel de zorg die ik voel van gaan alle horecaondernemers die we hier in Dordrecht hebben. En we zijn juist zo blij dat het de laatste jaren echt in de lift zat. Gaan die het allemaal redden? Ik hoop van harte van wel, want de tegemoetkomingen vanuit de overheid, die zijn toch op een ander niveau dan wat je normaal omzet. Ja, 100%. Ja. Maar dan nog denk ik, ja, ik denk dat we hier in Dordrecht toch best wel... We slaan ons er doorheen. Ik denk het wel. Nou, dat hoop ik van harte. Ik wens jullie, hoe dan ook,
Al is het heel anders dan normaal en veel minder gezellig. Ik wens jullie wel een hele goede decemberperiode toe. Succes met wat jullie gaan doen. Ik ben heel benieuwd naar die samenwerking die er is met een aantal ondernemers met kerst. Jij hebt ook een hartstikke leuk aantal dingen die in december geleverd kunnen worden. Dus leuk dat jullie dat hier hebben willen komen vertellen. En, dank je wel dat je onze gast wilde zijn. En heel veel succes toch met dat wat er in december nog allemaal te gebeuren staat. En al het werk wat jullie daaraan hebben. Ja. Succes gewenst, ja. Gerhard. Dank je. Bedankt dat je hier was. En Dennis, voor jou hetzelfde. Heel veel succes gewenst. En ik hoop voor jullie dat we toch snel weer in de situatie zitten dat we gewoon weer lekker in een restaurant een hapje kunnen eten. En lekker eens een biertje kunnen gaan halen in het café. Want ook voor het sociaal samen zijn is dat gewoon heel belangrijk. Dank je wel. Dank je wel. En tot ziens. Graag. Ja, bedankt.